Goedemiddag, morgen of avond, wanneer je ook kijkt naar deze video van Dordtse Dingen TV. Vandaag hebben we weer een nieuwe Dordtse Weetjes. En Dordtse Weetjes vertelt je van alles over wat er te doen is in Dordrecht. En daarvoor ben ik in de movies. En daar heb ik afgesproken met Jelmer. Jelmer leerde ik kennen bij een talkshow van Via Cultura, waar ik heel fijn heb gewerkt. En hij vertelde mij dat hij Japanoloog is. En ik wist niet van het bestaan af, maar dat vond ik al bijzonder. Maar de reden dat ik hier in de movies ben, is omdat je een evenement hebt georganiseerd. Nou, op vrijdag 22 april organiseren we eigenlijk de tweede Japanse avond. We hebben in november eigenlijk zelfs tijdens de coronamaatregelen toch met alles daarbij horend een heel succesvol evenement kunnen organiseren. En dit keer gaan we dat voor de tweede keer eigenlijk aanpakken en wordt het groter, beter en uitgebreider. En waarom organiseer je dat? Ik zie dat er een gat is in de stad tussen de aanbiedingen of aanbiedingen, het aanbod dat we hebben voor mensen die in Japan geïnteresseerd zijn. Dus dat kan op het gebied van videospellen zijn, het kan op het gebied van anime en manga's, dus de dingen die je bijvoorbeeld kan afnemen in de stad bij verschillende winkels. Maar dat je daarbij eigenlijk geen centrale anime screenings hebt, dus geen centrale anime avonden. Dus daar zag ik eigenlijk een mogelijkheid in voor mezelf om daar in te springen. Want je kijkt zelf ook regelmatig anime filmpjes? Ja, zeker wel. En daarnaast is ook zo, kijk, je hebt ook dankzij vooral natuurlijk ook internetcultuur, dat je echt wel ook op de hoogte kan blijven van de laatste anime trends. En daarbij zie je heel vaak dat bepaalde anime heel erg over het hoofd wordt gezien. Ofwel omdat het niet zo spraakmakend kan zijn, of misschien juist de thema's heel anders zijn. En in dit geval is het natuurlijk het thema dat we hebben uitgekozen, is heel volwassen. Eigenlijk heel simpel, zeker kijken we naar de huidige situatie in de wereld, zijn er genoeg oorlogen aan de gang. En met natuurlijk als meest recente voorbeeld tussen Oekraïne en Rusland. En daarbij is het zo dat deze film eigenlijk centraal staat in de Japanse burgerbeleving van de Tweede Wereldoorlog. Dus we kijken naar een gewone Japanse burger die gedurende die tijd eigenlijk gewoon haar leventje leidt. En dat dat ook dus bruut verstoord wordt door bombardementen en door alles wat de oorlog verder met zich meebrengt. En het is een anime film. Voor de mensen die kijken die nu denken van wat is anime? Kun je dat in kort is eigenlijk een medium. Dus het brengt, heel breed gezien, brengt het gewoon Japanse animatie naar de wereld. En dat wordt allemaal samengevat onder anime. Maar anime is dusdanig breed ook dat je daarin allerlei verschillende genres hebt en zelfs nog subgenres. En daarbij is het zo dat, kijk, voor sommigen is anime maar heel specifiek bekend. Dus dan heb je de kindervoorbeelden zoals Pokémon. Mm-hmm. Of de wat meer over de top voorbeelden, noem ik het maar even heel breed gezegd, met de hoge stemmetjes, et cetera. En ik wil dus juist laten zien dat anime daarin nog veel meer is, dat er veel meer genres in bestaan, maar ook dat daarin veel meer vooroordelen kunnen worden overwonnen. Want Japan staat, denk ik, tenminste, voor zover ik dingen zie, cinematografisch best hoog aangeschreven. Ze maken hele goede films daar, vooral filmhuisfilms, heel veel. Heb je nou op animegebied ook dat soort kwalitatief hoogstaande films? Bedoel je dat met een breed aanbod in anime? Nou, niet alleen dat, want kijk, nogmaals, er zijn zoveel genres en subgenres dat fans altijd iets kunnen uitkiezen waardoor zij hun eigen liefhebberij eigenlijk bevredigd zien. En dat kan zijn in de actie, in de goed en wel uitgezette actie, maar ook in de comedy, in de meer soapachtige dingen zelfs. Maar een van de toch wel grotere voorbeelden van vaak toch over het hoofd geziene anime is daarin eigenlijk heel specifiek een bepaald op volwassen gerichte genre. En in dit geval is het dan dus ook zo dat deze animefilm heeft de Japanse, binnenlandse Oscar voor normale speelfilms gewonnen. Dus het geeft aan dat de kwaliteit van deze film echt hoogstaand is. En dat dus deze film ook echt een dusdanige kwaliteit met zich meebrengt die je heel graag in het Westen zou willen tonen, maar op dit moment nog niet wordt vertoond. En het is ook een film met een reguliere looptijd, zeg maar, tussen een uur en een uur en drie kwartier, zeg maar. Nou, deze duurt dan wel ietsje langer, maar bij oorlog moet je natuurlijk ook het verhaal goed vertellen. Ja. Dus je hebt dan dat je eigenlijk 2,5 uur aan film hebt.
Maar daarbij is het vooral ook erg zo dat je krijgt verschillende fases mee natuurlijk van de oorlog. En dat vertel je niet zomaar eventjes in een uurtje. Ik heb nog nooit een anime film gekeken. Ik ken het genre omdat ik veel jongeren ken, et cetera. En ik heb Angelique van de animewinkel regelmatig gesproken. En die heeft ook een Japanse dag ooit eens bij Bibelo georganiseerd. Ja, de Matsuri. En die was vrij succesvol, kunnen we wel zeggen. Dus in dat opzicht vind ik het niet vreemd dat jij hier ook nu weer Japan als thema neemt. Maar je had ook een soort subthema waarin jij zegt van bruggen bouwen. Dat vind jij heel belangrijk. We hadden net een voorgesprek waarin jij mij vertelde dat een groot voorbeeld voor jou, dat was je oma. Klopt. En die heeft jou echt de kunst van het bruggen bouwen bijgebracht. En ze is jou heel kort geleden ontvallen. Klopt, ja. Dan heeft het voor jou misschien ook wel weer een speciale lading, dat thema, of niet? Vooral een speciale lading in die zin dat zij heeft laten zien hoe je mensen bij elkaar brengt. Dus zij heeft laten zien hoe je dat vanuit host gezien, op een goede manier kan begeleiden dat iedereen daar in elkaar in ieder geval leert kennen. En vanuit daar natuurlijk dan ietsje breder gedacht in een evenementopzicht, is het zo dat dus het idee is ook wel van, je hoopt hier dat mensen elkaar tegenkomen die elkaar nog niet hebben ontmoet. Daarbij is het dan zo dat we vooraf hebben spelletjes die je kan spelen. Dus wie weet komen mensen elkaar tegen bij die spelletjes. Er zullen Japanse goodies zijn, dus wie weet komt iemand wel tegelijk met een andere Japanse goodie. En hebben we ook nog eens na afloop een speciale silent disco. Waarbij wederom mensen natuurlijk ook aan de praat kunnen raken. En je hoopt ook vooral dat, kijk, vaak zijn het toch zo dat anime fans het vaak misschien wel toch echt wel vaak alleen kijken. Want het is natuurlijk iets wat je het meeste achter je computer eigenlijk doet. Dus je hoopt ook vooral dat mensen door dan hier te komen misschien ook wel anderen tegenkomen van ze denken van kijk, ook een anime fan en wie weet dat die dan in de toekomst een keer afspreken. Ja, maar je hebt het nu over anime fans, maar ik kan me haast voorstellen dat je wel wat breder inzet in dit. Zeker. Ik merk dat ik enthousiast word als jij vertelt daarover en dat ik denk van oké, dat is mooi. Even resumerend wat je net zei, dus de avond begint met spelletjes en hoe laat is dat? We hebben de inloop vanaf 6:30. Dus daarin kunnen mensen meteen eigenlijk binnenkomen, aanschuiven en aan die spelletjes bijvoorbeeld beginnen. Dus er zal ook, terwijl er natuurlijk Japanse muziek worden gedraaid, dus ze hebben de mogelijkheid tot een Japans drankje. Dus inderdaad, heel erg fijn dat je mij daar ook inderdaad op wijst. Kijk, het is echt zo van, je wilt dat mensen die misschien nog niet zich hebben kunnen interesseren in Japan, op een instapniveau hier kunnen instappen en zich wel kunnen interesseren in Japan. En je wilt ze laten zien dat we hebben niet alleen een breder aanbod aan kijkhuisfilms. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld nu Drive My Car, dat een Oscar heeft gewonnen. Ja. Maar daarnaast ook dat daar ook animatie is. En dat animatie, kijk, vaak is daar toch een klein beetje het vooroordeel over van, oh, dat is alleen gericht op kinderen. Maar een mooi recent voorbeeld daarin is Flea. Dat is een oorlogsdocumentaire over een jongen, hoe die van Afghanistan naar Denemarken kwam. Dat was ook geanimeerd. En zoals die maker ook aangaf, en dat is ook wat ik heel erg ook zelf dat gevoel wil, is dat anime maakt iets toegankelijk wat soms misschien ook schokkend kan worden ervaren. Zeg maar, doordat het getekend is in plaats van dat er echte mensen bijvoorbeeld in dood gaan, heb je daar een heel ander gevoel bij. En dat maakt het soms wat makkelijker of behapbaarder. En dat neemt niet weg dat de materie dan nog steeds heel zwaar is of misschien heel interessant ook kan zijn of heel boeiend kan zijn. En daarin heb je dus echt dat de avond is een complete Japanse avond. Je hoopt daar een stukje van de Japanse cultuur in mee te geven. En vooral ook dat mensen die zich misschien niet op voorhand in Japan zouden interesseren, zich daar een keer overheen stappen en denken, ik ga het gewoon proberen. Het kan ook een heel volwassen genre zijn waarin thema's worden besproken die misschien wat makkelijker tot je te nemen zijn doordat het getekend is en je niet daadwerkelijk mensen ziet die het ondergaan of wat dan ook. In de introductie vertelde ik dat jij Japanoloog bent. Wat is een Japanoloog precies? Het is meer dan iemand die Japans spreekt, toch? Klopt. Ja, een Japanoloog is in principe iemand die Japanstudies heeft gevolgd aan de universiteit. En daarbij is het zo dat je één gedeelte hebt waarin je achtergrond krijgt als natuurlijk taalkundige. Dus je weet in ieder geval genoeg over de Japanse taal, want alles kan je natuurlijk nooit weten.
Maar in ieder geval genoeg over de Japanse taal en heb daar dus in ook een bepaalde vaardigheid ontwikkeld. Maar daarnaast is het andere aspect dus natuurlijk ja, het sociologische, het culturele, het historische, het artistieke aspect ook aan de Japanse cultuur. Dus je hebt daarin ja, kunstgeschiedenis, je krijgt erin de geschiedenis van het land, maar ook de betrekkingen van het land met de wereld. Je krijgt daarin hoe de maatschappij op dit moment in elkaar steekt, welke thema's daarin actueel zijn. Dus je hebt gewoon een hele brede kennisachtergrond over Japan. Dus we hebben die avond spellen, Japan gerelateerd, we hebben een film, maar er is ook een lezing. Klopt. En die geef jij? Ja. Wat voor soort lezing kunnen mensen verwachten? Nou, daar zit een stukje diepere materie achter de film. Dus waar kijken we naar? Wat zijn misschien belangrijke momenten die kunnen zijn ontschoten? En daarnaast ook, ja, welke culturele aspecten komen hier nou heel duidelijk naar voren die wij misschien niet helemaal kunnen herkennen of plaatsen? En daarin wil je ook een stukje verdieping meegeven van hoe meer je inzoomt op een bepaald werk, hoe meer je daarin ook dan ja, duidelijk natuurlijk wel bepaalde culturele dingen eruit kan halen. En die verdieping wil ik heel graag meegeven. Dus het is op 22 april. Ja. In de movies. Daar moet je een kaartje verkopen, neem ik aan. Klopt, ja. En dat doe je via de website van de movies? Ja, we staan onder specials zie je Nippon Nights, zoals het dan dus heet. De Japanse avond. Het betekent ook letterlijk Japanse avond in het Japans en Engels. Dus mensen, als je nou een avond wil die je nog niet eerder hebt meegemaakt, of juist een avond wil waarin je mede manga of anime liefhebbers wil spreken, kom dan 22 april naar de movies voor deze Japanse avond. Heet Jelmer en Geert, jullie van harte welkom om kennis te maken met anime. Je krijgt een mooie lezing, je kunt Japanse spelletjes doen. Kortom, een gezellige avond die je niet zo snel zult vergeten. Ik zie je dan. Vond jij dit een toffe video? Geef ons dan een like en abonneer je op ons kanaal Dordtse Dingen TV. Dat kan hier beneden. Heb je iets te vertellen aan ons? Een persbericht te delen? Of wat dan ook? Stuur het dan naar dordtsedingen@gmail.com. Abonneren!